Hoi hoi, leuk dat je weer naar deze nieuwe video kijkt. Ik neem jullie vandaag mee naar de Action in Friesland in Workum. We zijn hier vanwege mijn zuster 50ste verjaardag en daarna gaan we nog even naar de Quantum in Utrecht. Ik kwam deze mooie lijsten tegen en ik vind vooral deze heel mooi omdat er zo'n mooi relief in zit met al die lijntjes en mooie neutrale kleuren en ze zijn €6,95. Deze bonbonnière die is onbreekbaar, is van kunststof. Dus dat is handig. En hij ziet er toch heel mooi uit voor 99 cent. Dan hebben we hier een heel handig kapstokje met een bakje bovenin. Dat is heel leuk om in de gang te hangen bijvoorbeeld. Dan kan je je sleutels erin doen en weet je altijd waar je sleutels zijn. Je hebt hem ook nog met witte haakjes. En hij is €3,99. Dan hebben ze nieuwe spiegels met zo'n houten lijst. Ovale spiegels. Hij is er ook nog in een donkerdere kleur. En hij is 50 bij 37 centimeter voor €6,95. Dan zag ik deze leuke fotolijstjes. Dit is de ronde variant. Er zit achter zo'n steuntje dat je hem neer kan zetten. Maar je hebt ook deze ovale. En ze zijn er in meerdere kleurtjes voor 89 cent. Dan hebben we hier een side table. Ook helemaal nieuw. In een mooie witte kleur voor €19,95. En hele leuke bloemkussens kwam ik tegen. In deze lichte kleur, maar ook in het roze en in het groen. Echt superleuke kussens voor €3,99. En hier kan je zien in welke kleuren die beschikbaar is. Dan een handig tafeltennis setje. Dit is super plat, dus dat neem je heel makkelijk mee ook in je koffer voor op vakantie. €3,99. En hier hebben we een beach padel set. Die heb je in deze oranje kleur, maar ook in het groen. En die is €5,95. Dit leuke toilettasje is weer teruggekomen. Er zitten allemaal kleine accessoires in voor €1,95. Dan hebben ze hele leuke nieuwe kaarsjes voor op taarten met zo'n leuk golfje erin. En die heb je ook in deze blauw tinten. En dit is een beetje een parelmoer roosachtige kleur. Hier heb je meer de primaire kleuren. En hier ook nog hele leuke tintjes. En deze zijn 89 cent. Dan hele lieve tuindiertjes. Ook een lieve heersbeestje. Hier ook nog een soort vogeltje. Een bij. Of wesp. Geen idee. En nog een ander vogeltje. En die zijn €1,49. Dit zijn van die gave bloempotten. Je hebt hem in deze goudkleurige olifant. Bij onze Action hadden ze die eigenlijk niet één keer. En hier hadden ze ze allebei, ook deze leeuwenkop. Ik vond hem heel gaaf, maar ik vind het in mijn tuin niet heel erg passen. Maar ze zien er wel heel mooi uit en ze zijn maar €8,95. Dan hebben we hier van die knijpertjes. Daar kan je foto's in doen of iets anders wat je leuk vindt. Ze zijn €1,39. En nu gaan we naar de Quantum in Utrecht. Eens even kijken wat ze daar voor leuke dingen hebben. Ze hebben hier ook van die tulpjes, net als bij de Action. Voelen ook heel echt, zien er ook best heel echt uit. Kleine bosjes. En ze hebben ze dus ook in die roze-oranje kleur. En ze zijn €7,50. Dan hebben ze hele leuke kussentjes met citroenen voor in de tuin. En ze hebben ook nog met avocado. En deze zijn €7. Dan vond ik dit ook een heel leuk dienblad met van die golfjes. In een beetje een groene kleur. Die is €15, 34 centimeter. En een hele leuke spiegel met zo'n zigzagrand. Ook in een paarse kleur. Voor €10, 30 bij 40 centimeter. Dan zag ik deze vazen, vond ik ook een hele aparte vorm. Ook heel leuk voor die tulpjes, €12,50. En je hebt hem ook in een hele grote variant. Die is €16, 24 centimeter hoog. Dit zijn van die hele toffe bijzettafeltjes. Ik heb thuis zelf eentje in het roze, een soort vergelijkbaar iets. Deze neutrale vind ik ook heel mooi en deze zijn €49. Dan een goudkleurige aardbeienvaas, vond ik ook helemaal geweldig. Deze is €9,50 en ze hebben hem ook in het mega groot. Die moest ik heel voorzichtig optillen, was best zwaar. Maar aan de onderkant stond de prijs en dat is €25.
dan hadden ze leuke plantenspuitjes. Zwart, groen en doorzichtig voor €2,75. Dit is een banaan die je dus ergens neer kan zetten. Er zit een plat onderkantje. Gewoon ter decoratie, best grappig. Die is €4,50. En ze hadden ook in het geel een leuke vaas met allemaal van die bobbeltjes. En die is €7,50. Dan hele kleine vaasjes, ook leuk voor kleine bloemetjes. Of als je bijvoorbeeld uit een bos nog een paar enkele bloemetjes over hebt, zet je ze in zo'n klein vaasje voor €2,75. Een leuke tuinlamp op zonne-energie, ook in het goud en in het zwart. Gezellig voor op de tuintafel. Die zijn €7. Dan hebben we hier een gietertje in de vorm van een eekhoorn. Hoe schattig is dit? Vond ik echt heel grappig. Die is €6. En ze hebben ook in de vorm van een kat ook gietertjes in verschillende kleurtjes. In wit, in zwart, grijs en zo'n beetje oranje. €6. Dan hebben ze hele leuke trolleys voor in de tuin. Ook altijd handig om even wat dingen op te zetten. €49. En hier een leuke palmboom om op te hangen in de tuin. Dit is de achterkant. En deze is €10. Dan zag ik deze mooie schaal, leuk voor fruit of andere leuke dingen om op te leggen. Ziet er gewoon heel mooi uit, deze schaal, voor €22. 30 centimeter is die. Dan deze hele grote bloempot in een mooie beige tint. €12,50. En een kleinere van diezelfde variant eigenlijk. Maar dan in het zwart. Die is €7,50. Dit is wel weer die hele grote, maar die is dan gestreept in het groen. Die is €12,50. Zag ik deze leuke vlinders met een bloempotje eraan in heel veel verschillende kleuren, ook in het mooie lichtroze. Dan hebben we hier nog een groene en ook een gele. En deze zijn €12,50. Dan een heel leuk kussen voor in de tuin, to the beach. Aan de achterkant ziet hij er zo uit. Die is €12,50, 45 centimeter. Dan hebben ze ook deze zebra. Die past heel leuk bij dat andere kussentje natuurlijk. Die is ook €12,50. En ze hebben ook nog deze variant met het palmboompje. Ook weer diezelfde achterkant. En die is ook €12,50. Dan leuke bloembakken voor aan het balkon bijvoorbeeld. Deze neutrale vond ik heel mooi. Je hebt ook nog zo'n terra kleur. Ze zijn €6 per stuk. En dit is meer een metalen bak om neer te zetten. Die heb je in deze crème kleur. En hij is er ook nog in het zwart. Deze zijn €10. Hier een heel gaaf rekje om ergens op te hangen. Daar kan je allemaal leuke decoratie op zetten. In een hele neutrale kleur. Deze is €26. En ook weer van die leuke gevlochten mandjes. Echt, ik kijk al in elke winkel als ik dat zie, moet ik er toch weer even naar kijken. Want ik ben gek op dit soort mandjes. En deze kleine, die is €6. En daarnaast staat dus een wat grotere, een beetje groen-blauwe kleur. Groen-blauw-grijs, beetje lastig te zeggen. Maar die grotere is €8. Dan hebben we hier van die speciale tulpenvazen. Het lijkt net een grote knoflook. Maar het staat wel heel gaaf als je daar tulpen in doet. En deze is €34, is echt heel groot. Dit is dezelfde vaas, maar dan een slagje kleiner in het zwart. Die is €19,50 en hij is er ook nog in het groen. Hele handige opbergkastjes, die kan je makkelijk even ergens bijzetten. Ook handig voor speelgoed natuurlijk. €16. Dan hebben we hier een soort tomatenvaas met allemaal kleine tomaatjes. Ziet er wel heel apart uit. Die is €19,50. Dan hebben we deze. Volgens mij zijn het vijgen. Dit is een wat hogere, smalle vaas. €16,50. En dan hebben we ook nog deze variant. Ze zijn wel allemaal heel bijzonder. Echt zo'n blikvanger in huis. En deze is €35. Dan hele schattige kussentjes van Teddy in de vorm van een hartje. Je hebt deze lichte kleur. Maar je hebt hem ook nog een tintje donkerder. Ze zijn wel vrij plat, maar erg leuk om ergens bij te zetten voor €10. En dan hebben ze ook hele schattige kinderbordjes.
van dat soepele spul. En aan de onderkant zit dus zo'n soort zuignap. We hebben ook nog deze aap. Kijk, hier kan je het zien. Dan kan je hem dus aan de tafel vastmaken. Dan kunnen ze niet zomaar de bord omgooien. En we hebben ook nog een olifant. Die zijn 8 euro. En je hebt ook bijpassende bestekjes. Flexibel bestek. Ook in deze roze tint. En hieronder ligt nog die groene tint. Zo heb je dan een mooi setje bij elkaar. En het bestek is 3,50 euro. En we hebben ook nog van hetzelfde soepele materiaal een heel schattig bekertje. Die is 4 euro. Dan hebben we hier ook nog kussentjes in de vorm van een beertje. In een beige kleur, licht beige en roze. Voor 10 euro. En hier een hele leuke paddenstoelkussen. Vond ik ook erg schattig. Die is 8 euro. Dan hebben we hier van die handige mandjes. Deze verkopen ze ook. Of bakjes eigenlijk meer. Die verkopen ze ook bij de Blokker, weet ik. Ik heb er zelf eentje in het roze. En deze zijn 10 euro. En dit is het grotere formaat. Daar past net weer wat meer in. En die zijn 12,50 euro. Dan een hele schattige gieter in de vorm van een flamingo. Ziet er ook heel gezellig uit. En die zijn 6 euro. En hier hebben we nog meer van die leuke vaasjes. Deze in een beetje een turquoise kleur. Die is 8 euro. En hier hebben we nog zo'n bobbelvaas. Hebben we al meer gezien. Maar nu in deze paarse kleur. Die is 6,50 euro. En die is er dus ook nog in het oranje en in het blauw. En daarnaast staat dat andere vaasje in het paars. Dan een soort lip om neer te zetten. Een mond. 7,50 euro. Hier hele mooie roze glazen met een soort olielaagje eroverheen. Die zijn 3 euro. En hebben ze ook deze glazen. Die zien er wel heel chic uit, deze wijnglazen. Die zijn 3,50 euro. En dit is dan weer meer zo'n soort cocktailglas. Die is 6 euro. En hele leuke bamboemokken, vond ik er ook erg leuk uitzien. Die heb je in twee verschillende kleuren. Ook in deze een beetje bruin tint. En die zijn 4 euro per stuk. Hier leuke waterglazen met een soort blaadjes erop. Die zijn afgeprijsd voor 2 euro. En daar hebben ze dus ook de bijpassende wijnglazen van. Die zijn ook afgeprijsd van 7 voor 3 euro. Daarnaast nog een soort bladeren bekers. Vond ik er ook erg leuk uitzien. Die zijn ook afgeprijsd van 3,75 voor 2 euro. En de bijpassende wijnglazen, die zijn van 4,50 voor 3 euro. Dan hebben we hier een heel leuk drinkglas met allemaal van die huisjes erop, van die grachtenpandjes. Die zijn 2 euro. En hier hebben we een hele leuke gevlochten placemat. Best wel dik. Dus stevig materiaal. Die zijn 4,50 euro. Een handig tafelprullenbakje. Die hadden ze nog ook in andere kleuren staan, zag ik later. Die zijn 4 euro. En hier een heel leuk roze vies met een soort... ook weer zo'n olieglanslaagje eroverheen. Hier hebben we dus een schaaltje voor 4 euro. Dit is een wat kleiner, platter schaaltje. Die zijn 2,50 euro. Dan hebben we een ontbijtbordje in diezelfde serie. Die zijn 4 euro. 20 centimeter. En dan ook een dinerbord. Die is 26 centimeter voor 6 euro. Dit vond ik ook een heel leuk servies met dat groen. Beetje twee verschillende kleuren, groen en beige. Dit bordje is 22 centimeter voor 5 euro. Dan hebben we een heel schattig schaaltje ook erbij voor 4,50 euro. Een kleine mok. Die zijn 3,75 euro. En ze hebben ook echt van die grote mokken, lekker voor thee. Ik haal altijd van die grote mokken, die zijn 4,75 euro. Dan hebben ze heel veel verschillende leuke kookwekkertjes. Deze in de vorm van een aardbei. Nou, het citroentje kennen we allemaal, denk ik wel.
Dan hebben we nog een appeltje. Hier een soort waterkoker, die is ook schattig. En een klein pannetje in het roze met lila. En deze zijn €4,50. Dit is zo'n handige wekker die vanzelf de datum aanpast. Zo zie je altijd welke dag het is. €8,50. En hier had ik nog een leuk zeepompje in de vorm van een soort knoop. Ziet er ook wel heel schattig uit. Die is €5. En daarnaast staat de tandenborstelhouder. Die heeft een lekker brede opening, dus kan ook heel goed voor make-up kwasten eventueel. Die is ook €5. En je hebt het ook nog in deze lichte kleur. En ze hebben ook nog bijpassende wc-borstels. Dat is ook wel heel leuk. Die zijn €6,50. Dan hebben ze ook deze zeepompjes, vond ik ook wel gaaf. Ook weer met zo'n olielaagje. Echt heel groot. Voor €4. Dan de bijpassende tandenborstelhouder. Die is €3. En je hebt nog zo'n treetje om iets op te zetten. En die is €4,50. Dan zag ik ook dit handige opbergkarretje. Hij is lekker smal, dus die kan je handig even ergens tussen zetten. In de keuken of in de badkamer. Ik vind het altijd ideaal, die rekjes. En deze is €39. Ik ben inmiddels terug van de Quantum & Action. En ik zal even laten zien wat ik heb meegenomen dit keer. Deze LED-kaars. Dit is dus zo'n roze. En ik heb er al even batterijen in gedaan. Het lontje gaat niet heen en weer. Dat heb je bij sommige van die LED-kaarsen. Hij blijft wel stilstaan, maar je ziet er wel een soort vonkeltje in. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. En vooral omdat hij die roze kleur had. Alleen deze nam ik vorige keer al mee. Dat bonnetje heb ik niet meer. Maar ik dacht dat hij iets van €2,79 was. Maar ik kan me vergissen. Dan nam ik ook deze mee, want dit is heel fijn draad. En dat zocht ik nog ergens voor. Want dit is namelijk haaknaald 1,75 tot 2. Dus dat is echt heel fijn draad. En hier ga ik binnenkort wat leuks mee maken. Maar dat zal ik jullie dan laten zien volgende keer. En deze bol was €2,22. En wat ik ook echt niet kon laten liggen, dat is dit gave bloemenkussen. Er lag er nog één in deze beige kleur. Ik vond die roze ook wel leuk, maar ik dacht ik heb al zoveel roze. En dit past eigenlijk overal bij. Dus deze heb ik meegenomen en die was €3,99. En dan even iets heel anders. Dit komt bij het kruidvat vandaan. Dat stond in een nieuwe folder geloof ik. Hier is al eerder een serie van geweest. Daar heb ik toen ook een roze tas van gekocht. En nu hadden ze dus deze. Ze hadden een blauwe variant en ze hadden deze met van die leuke sinaasappeltjes. En ik weet niet, ik hou helemaal niet van oranje eigenlijk. Maar ik vond dit zo'n leuk printje. Dit is gewoon een hele grote handige toilettas. En dit vind ik vooral ideaal als ik bijvoorbeeld naar de sauna ga. En ik neem heel veel verschillende dingetjes mee. Dan neem je toch ook even je bodylotion mee en wat dingen voor de naan, haarborstel, misschien een föntje. Dat past hier allemaal prima in, want hij is best wel breed. En dit toilettasje, die was dus €7,99. En daarbij nam ik dus ook deze mega grote tas mee. En deze was maar €9,99. Dus dat is echt heel goedkoop. En het is een mega grote tas waar dus ook gewoon alle spullen in kunnen. Als je bijvoorbeeld naar de sauna gaat en je neemt een groot strandlaken mee om op te liggen. Een badjas, slippers, van alles en nog wat. Dan past dat allemaal in die tas. En ik vond het wel heel leuk om dan dus ook de bijpassende toilettas erbij te nemen. Nou hoop ik voor jullie, als jullie het leuk vinden, dat er nog iets ligt bij het kruidvat. Maar ik weet dat er heel erg op gejaagd wordt. Want ik zag het al voorbij komen op Instagram en op TikTok geloof ik. Dus er is een aardige run op. Maar als je geluk hebt, kom je misschien nog tegen. De toilettasjes zijn volgens mij nog wel makkelijk te vinden. Maar de tas zal wat lastiger worden. Bij mijn eigen kruidvat hadden ze hem al niet meer. Maar ik ben er langs een ander filiaal gegaan. En daar lag er nog eentje. Dus ja, ik ben blij dat ik hem gevonden heb. En ik vind het gewoon een heel vrolijk printje. En dan weer even terug naar de Action. Daar kocht ik dus gisteren deze groene stoel bij onze eigen Action. Ik wilde er 4, maar er stond er maar 1. En mijn dochter zei, neem hem gewoon mee en ga op zoek bij andere Actions. En ik kom binnenlopen in Overvecht en er staan er gewoon 3. Nou, dan denk je echt, dit is mijn lucky day. Toen ben ik naar de Jusk gegaan, heb ik een eettafel gekocht voor in de tuin.
En die ga ik even in elkaar zetten. Gelukkig is het droog en het zonnetje schijnt, dus dat is echt genieten. Ondertussen loopt mijn hondje ook lekker buiten in de tuin te rotzooien, want die vindt dat heerlijk als het zonnetje schijnt. En dan nog even de andere zijkant er tegenaan. Het was gelukkig vrij eenvoudig om in elkaar te zetten. Je moet alleen alles natuurlijk goed vastdraaien, dus het kost altijd wel even tijd. En toen het frame eenmaal in elkaar zat, kon ik hem zo op zijn kop op het tafelblad leggen. Ik heb wel even het kartonnetje eronder gelegd, want anders is het natuurlijk zonde van je tafelblad. Nou, dan alle schroefjes erin, alles vastzetten. En toen alles helemaal goed vastgedraaid was, kon ik de tafel op zijn plek gaan zetten. En de stoeltjes erbij. Dan wil ik alleen nog even leuke plantjes kopen voor op tafel, want deze komt van binnen. Maar ik ben heel blij met deze nieuwe tuinset. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn kanaal. Dan hoef je geen enkele video meer te missen in de toekomst. Blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwe dingen bij de Action, maar ook andere leuke winkels? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat nog even een leuke reactie achter. Vind ik super leuk om te lezen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!